Renault Antwerpen. De auto's van stad. Nog maar eens twee bekende handelszaken die de deuren hebben gesloten. Zelfs een blinde ziet dat het niet goed gaat met de grote markt in Antwerpen. Dat is niet verwonderlijk, stelt de Horeca Federatie. Wel, voor de grote markt denk ik dat er twee grote problemen zijn. Het eerste is natuurlijk de zeer hoge huishuren die dat momenteel gehanteerd worden, waardoor dat het ook economisch een heel moeilijk verhaal wordt. En twee, dat de koek alsmaar kleiner wordt. En dat betekent minder evenementen. Er zijn meer locaties in Antwerpen waar de mensen naartoe gaan. Denk maar aan Zuid, Zurenborg en zo verder. Dus dat betekent ook dat de klandizie daar achteruit gaat. Maandagmiddag in Mechelen, een heerlijke lentezon en een bomvolle grote markt. Ook het laatste historische gebouw wordt hier komende maand omgevormd tot horecazaak. De Mechelse markt floreert wel. En dat komt door de grote inspanningen van het lokale bestuur. Het hart van Mechelen is de grote markt. Er zijn heel veel activiteiten. Maar we hebben ook heel veel geïnvesteerd in al die verschillende geclasseerde panden. Eerst gevelrenovatiepremies gegeven, dan vestigingspremies voor nieuwe ondernemers. En dan zorgen we voor leven in de cafés, zodat het ook 's avonds plezanter wordt. Alle wandel- en shoppingroutes leiden naar hier. Er zijn tal van evenementen en jonge starters kunnen er tot €13.000 premies krijgen. Een formule die de grote markt doet scoren. Ja, je moet er echt voor zorgen dat de mensen hier toestromen, hier toekomen. Op een woensdagnamiddag liggen gewoon de jongeren hier lekker in het zonnetje. De kinderen spelen hier. We proberen echt dat plein van en voor de Mechelaar te maken. Het Antwerpse stadsbestuur is nu bezig een inventarisatie op te maken van de panden op de grote markt en omgeving. Ze start volgende week gesprek op met enkele grote makelaars en brouwers om de huurprijzen opnieuw leefbaarder te maken in het stadscentrum en de cafés in de schaduw van Brabo zo hopelijk weer te doen opleven.